1940, 1945 vond de Tweede Wereldoorlog plaats. Wat gebeurde er toen in Overvecht? 1939 begon de Tweede Wereldoorlog in Polen. En tegelijkertijd werd het Nederlandse leger gemobiliseerd. En de mobilisatie van het Nederlandse leger zorgde ervoor dat hier aan de noordkant van Utrecht al beschermende maatregelen werden genomen. Voorbereidingen voor inundatie, het onder water plaatsen. Voorbereidingen om Duitsers tegen te houden. En dat gebeurde onder andere met asperges, die uitstekende balken uit de grond. Zowel de Duitsers als naar de hand daarvoor ook de geallieerden, de Nederlanders, hebben hier asperges geplaatst om eerst de Duitsers tegen te houden en toen weer de geallieerden. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een ring van forten rondom Utrecht. En hier was dus een verdedigingssysteem tussen 1815 en 1960. En die Nieuwe Hollandse Waterlinie bestond dus hier in Utrecht-Noord uit 7 forten, waarvan er 4 in Overvecht liggen. Fort de Klop, Fort de Gagel, Fort Ruigenhoek en Fort Blauwkapel. En de Nieuwe Hollandse Waterlinie gold dus tot 1960. Dat gold dus ook in de Tweede Wereldoorlog. Er bestonden 3 kringen. En dat waren een soort verboden kringen. Er was zelfs een verboden kringenwet. Die gold tot 1950 heel zwaar. Tot in 1960 is die afgeschaft. En dat betekende dat 300 meter rondom zo'n fort vrij schootsveld moest zijn. Daar mocht eigenlijk niet of nauwelijks gebouwd worden. En als er een houten hutje of een rieten huisje stond, moest dat meteen kunnen worden afgebroken. En dat is ook gebeurd najaar 39, voorjaar 1940. Er zijn tientallen huizen in opdracht van het Nederlandse leger gesloopt. De tweede ring was tot 600 meter rondom het fort. En daar mocht iets meer gebouwd worden, van ook iets blijvende aard, maar 1 verdieping hoog. En van 600 meter tot 1 kilometer van het fort mocht iets hoger gebouwd worden en dat werd minder snel verwijderd. Dit schootsveld zorgde dus voor de verboden kringenwet. En dat was dus de reden waarom hier in Utrecht-Noord pas in 1960 gebouwd mocht gaan worden. En dat noemen we nu Overvecht. En we staan bij een van die forten, Fort Ruigenhoek. In de Tweede Wereldoorlog kwamen over het gebied in Utrecht-Noord regelmatig vliegtuigen met bommen. Zowel van de Duitsers en de geallieerden. Er lopen hier een aantal spoorlijnen. En de spoorlijnen waren of belangrijk voor de Duitsers, om ze te behouden en dan te bombarderen door de geallieerden, met name de Amerikanen, of andersom. Dus zowel bij de spoorwegen aan de kant bij Fort Blauwkapel, als hier aan de andere kant, is regelmatig een poging gedaan om de spoorwegen te blokkeren. Hier aan de noordkant, richting Hilversum-Soesterberg, 2 militaire locaties, militair vliegveld. En dat was dus eerst van de Nederlanders en dat probeerden de Duitsers in mei 1940 de zaak onklaar te maken. En toen het door de Duitsers was ingenomen, probeerden de geallieerden dat te doen. Dus bij al die vluchten met vliegtuigen met bommen erin is ook regelmatig een koe gesneuveld en af en toe een burger. ...6 juni 1944, op die day, de dag dat de geallieerden in Normandië landen en geprobeerd hebben vanuit Frankrijk de Duitsers terug te dringen en te weerhouden van nog verder slachtingen te organiseren. Dat duurde in Nederland tot 8 mei. We vierden de bevrijdingsdag op 5 mei. Maar er is in die tussentijd tussen juni 44 en mei 45 ook nog een hoop gebeurd. De Duitsers gingen toen antitankkrachten aanleggen. Waar dus in 39-40 de Nederlandse militairen dat deden,
Daar hebben we er een paar van gezien. De antitankgrachten, dat is nu vooral sloot. Gingen vervolgens de Duitsers dat doen. En dat zag je hier ook aan de noordkant van Overvecht. De meeste zijn verdwenen, omdat er nu bebouwing staat. De meeste, er een paar die er nog zijn, dat zijn sloten. Die hebben we in beeld gebracht. Waarom? Omdat tanks een veilige manier waren om soldaten te verplaatsen tegen vijandig vuur. En je ziet dan ook dat de asperges, de stalen balken die in de weg waren geplaatst, die vaststonden of die verplaatst konden worden met prikkeldraad, dat natuurlijk de manieren waren om die tanks tegen te houden. Die antitankkrachten moesten natuurlijk wel gegraven worden. Dat deden de Duitsers het liefste niet zelf. Die werden vanaf najaar 44 gegraven door gewoon Nederlandse burgers die werden opgeroepen. Zo is er 7 oktober 1944 een grote razzia geweest in Utrecht. Gewone Nederlandse mannen tussen de 17 en de 50, slagers, kantoorbediendes, allerlei verschillende soorten mensen die moesten zich melden op het Vredenburg. En de Duitsers die waren op zoek naar ruim 22.000 spitters. Mensen die dus gingen spitten. April 45 hebben de Duitsers geprobeerd de noordelijke kant hier van Utrecht en de zuidelijke kant te inunderen. En dat was ruim 22.000 hectare. En als je weet dat Overvecht 850 hectare is, dan snap je wel, 50 centimeter hoog klinkt niet veel, maar dat betekent natuurlijk wel dat allerlei boeren en burgers hun inkomsten kwijt zijn. Op 5 mei 1945 vond er nog een gruwelijke kwestie plaats. 5 mei 1945 in Westbroek, wat voor een gedeelte dus nu Overvecht is. Nu verder bij de gemeente De Bilt Maartensdijk hoort. 5 mei 1945 staken de mensen in Westbroek overal de vlag uit. Zoals in Achttienhoven en ook in Maartensdijk. En dus aan de zuidkant wat nu Overvecht is. 5 mei 1945 is een gruwelijke dag. Want, wat deed het Westbroekse, Achttienhovense verzet, die hebben de Duitsers en de NSB'ers, de mensen die collaboreerden met de Duitsers, vastgezet in het gemeentehuis van Westbroek en Achttienhoven. En ze waren zo blij, ze gingen vervolgens feest vieren. Maar wat ze niet gedaan hadden, was de telefoonlijn afsluiten. Wat hebben die Duitsers, die dus vastzaten in het gemeentehuis, gedaan? Die hebben de Duitse leiding gebeld. Dus 5 mei 1945 kwam er Duitse versterking. En helaas heeft dat tot een bloedbad geleid. Vijf verzetslieden in Westbroek 1800, die dus voor gedeelte werkten in het verzet om onderduikers te helpen in wat nu Overvecht is, die werden daarbij gedood.